Welkom bij de EV Experience in Zandvoort, waar Allianz hun zakelijke klanten laat zien wat elektrisch rijden inhoudt en hoe je ADAS-systemen veilig kunt gebruiken. Allianz speelt daarin een belangrijke rol. Wij laten onze klanten met elektrische wagenparken zien hoe ze hun schadelast kunnen verlagen. Dat doen we door experts aan het woord te laten en preventiedemo's op het Allianz Road Safety Plein. Ja, ik ben net bij de presentatie geweest bij Allianz. Heel interessant. Wat zijn de ontwikkelingen in autoland, met name op schadeverzekeringen en de schades die plaatsvinden? En uiteraard ook wat voor gevolgen dit heeft voor de premieverzekeringen in de toekomst. Kijkend naar de manier waarop zij de markt volgen, waarmee zij ook in Duitsland met het testcentrum met name even de schade proberen voor te zijn door onderzoek te doen naar auto's en het gedrag van auto's tijdens ongelukken. Ja, dat vond ik een hele waardevolle toevoeging aan dit. Een veel voorkomende schade bij elektrische bestelauto's is dat tijdens het manoeuvreren de auto te abrupt op het gaspedaal reageert. Het heeft een ander stroompedaalbediening nodig. En dat kan je doen als bestuurder, maar dat kan je ook doen door hem bijvoorbeeld in de eco-modus te schakelen. Opleggers vallen vaak van trekkers af. Daarom is aan- en afkoppelen zo belangrijk. Chauffeurs vergeten te controleren of de oplegger echt vast zit. Ze maken geen trekbeweging naar voren toe om dat even te controleren. De elektrische personenauto. In de preventiedemo gaan we laten zien dat direct koppel een enorme acceleratie in combinatie met de gewichtstoename een enorm effect hebben op de stopafstand van de auto. Als je de snelheid verdubbelt, verviervoudigt de rem weg. Allianz is van de auto's. We hebben een flink marktaandeel, met name in de zakelijke wagenparkmarkt. Twee, Allianz is van de innovatie. Nou, daar hoef ik niet verder op toe te lichten, want dat is alles wat je hier ziet gebeuren met nieuwe merken. Allianz is ook van de duurzaamheid. Net als autofabrikanten hebben wij ook allerlei doelstellingen op het gebied richting een net zero company. En één daarvan is, als je puur kijkt naar autoverzekeringen, is dat wij een x-percentage aan elektrische voertuigen in onze portefeuille hebben om daarmee te werken aan onze zogenaamde decarbonization, om het zo mooi te noemen. Hier op het circuit laten we de uitdaging van elektrisch rijden zien in de meest innovatieve auto's van dit moment. We laten zien hoe een direct koppel invloed heeft op je rijgedrag en hoe je dat kan beheersen met de verschillende rijmodi. Ook laten we zien in bochten hoe het gewicht van een elektrische auto je rijgedrag beïnvloedt en hoe ESP, het stabiliteitsprogramma, dat dan weer controleert. Ook demonstreren we hoe je verschillende systemen kan instellen, zoals regeneratie of adaptive braking of adaptive cruise control. Allemaal systemen die bijdragen aan een veiliger en efficiënter rijervaring. De remweg vond ik ontzettend interessant om dat te weten, om daar les in te krijgen van joh, hoe werkt dat bij elektrische auto's. Het is mooi om te zien dat een leidende verzekeraar meedoet in nieuwe innovaties, nieuwe technieken. Het is toch de toekomst. Het is goed dat Allianz zich daarbij aansluit. Ik vind dat Allianz dit goed heeft aangepakt. Ze zijn mooi zichtbaar op dit evenement. En ik vind de mix van het programma, zelf doen en ervaren, vind ik heel mooi. Wij hopen dat je een beter beeld hebt gekregen van de uitdaging van de mobiliteit in de toekomst. En hoe je zelf kan bijdragen aan een veiliger rijgedrag voor medewerkers en klanten. Veilig en efficiënt rijden is niet alleen goed voor de verkeersveiligheid, minder schade, maar bevordert ook de duurzaamheid van je wagenpark. Samen maken we mobiliteit future-proof.